dan goede druiven in Voorschoten. En daar maken we wijn van. Nooit geweten. Ja, echt waar. Ja, leuk. Ik doe het al 12 jaar. Maar dit ziet er niet echt als hobby uit. Dit ziet er allemaal vrij professioneel uit. Ja, maar zo moet je dat presenteren. Als je een hobby doet, moet je dat professioneel goed doen. Ja, Nederland, Wijnland, Voorschoten. Ik ga eens proeven, dat lijkt me leuk. Ja. Aan deze wijnen? Ja, het bijzondere van deze wijnen is dat deze wijnen maak ik allemaal zelf in Voorschoten. Ik ben in 2001 ben ik begonnen met een paar druivenplanten neer te zetten. Ja, en dat is uitgegroeid tot deze hobby. En die heel bijzonder is dat ik alle wijnen zelf maak. En dat ik in 2009 was ik de beste hobbywijnmaker van Nederland. Daar heb ik de Gouden Kurkentrekker mee gewonnen. En vorig jaar was ik tweede met mijn fruitwijnen van Nederland. En dit jaar was ik derde met mijn fruitwijnen in Nederland. Ja, dat maakt het toch wel heel erg bijzonder. En ja, ze zijn wijnen van hoge kwaliteit. En vandaar dat ik op deze markt mijn wijnen durf te verkopen. Maar het is, dit jaar is natuurlijk een heel moeilijk druivenjaar. We hebben natuurlijk een heel moeilijk voorjaar gehad. Het duurde heel lang voordat het voorjaar was. En de hele natuur loopt nu 4 tot 6 weken achter. Dus het is nog maar de vraag of dit jaar de druiven wel rijk zullen worden. Is het niet zo dat juist met de najaarszon dat je de meeste rijping krijgt van de druiven? Ja, dat klopt. De rijping september, daar moeten de druiven af gaan rijpen. Maar het probleem is dat het suiker nog tekort is in de druiven. En de herfst begint ook al, dus nu vandaag ook al met de regen en die frisse wind. Ja, daar rijpen de druiven ook niet van. Dus het is echt moeilijk om dit jaar het onder te proberen om er een mooie wijn van te maken. Ik heb een hele indrukwekkende rij met flessen zien staan. Maar ja, een volkstuintje. Hoe komt dat daar vanaf? Hoe groot is dat? Nou, de wijngaard is gelegen in Voorschoten. Volkstuincomplex, vlakbij het zwembad het Wedde. Daar heb ik een stuk grond van 225 vierkante meter. Daar in totaal staan er 9 rijen van 130 planten. En van 6 verschillende rassen. En daar staat zelfs nog een kars bij en daar staan ook frankentalers in. En daar komen ook druiven uit en daar maak ik ook allemaal wijn van. En verder om de wijngaard heen staan verder nog wat fruitbomen van aalbessen, zwarte bes en bramen. Daar maak ik ook allemaal deze hele bijzondere wijnen van. Hoeveel liter wijn komen er van die normaal gesproken van die rijen met druiven af? Die 9 rijen. Hoeveel liter heeft dat? Ja. Nou, als de druif helemaal goed in productie is, dan kan je van een druifplant zo 1 tot 1,5 fles wijn van afhalen. Dat is een beetje als je voor kwaliteit gaat, dan tussen 1 fles tot 1,5 fles van 7 deciliter kan je daarvan afhalen. Als je voor kwantiteit gaat, dan kan je 3 liter van afhalen, maar ik ga voor kwaliteit. Dus dat is meestal tussen de 1 en 1,5 liter van een druivenplant. Nou, dat is dus een snelle rekening. 158 planten, zeg maar een kleine 250 liter wijn. Voor een goede kwaliteit kun je daar aftrekken. Ja, dat klopt en dat haal ik ook altijd wel. Met dit weer zal ik het waarschijnlijk niet halen vanwege het slechte weer. Want nu ga ik toch voor kwaliteit, dus ik heb heel veel planten eraf gehaald. Die er te veel aan hingen aan de plant, heb ik eraf gehaald. Om toch voor de kwaliteit te gaan, dat het toch geen druiven die eraan hangen, dat die toch nog rijp worden. Oké, dankjewel. Okay. Je lust wel. Je hebt voor mij nog nooit een wijntje geproefd. Nee.